De Confessiones, die we zo vaak de autobiografie van Augustinus noemen, vertoont ergens halverwege een knik en laat dan zien dat het niet zomaar een autobiografie is. De levensbeschrijving breekt halverwege eigenlijk gewoon af en keert naar binnen. Het wordt als het ware een soort van een meditatieve oefening zoals we in het vorige filmpje hebben gezien. Beginnend met boek 10 is er geen sprake meer van een doorlopend verhaal, maar schakelt het boek naar beschouwingen over de menselijke geest, de aard van de tijd, het boek Genesis en de heilige drie-eenheid. Vooral het tiende boek is een belangrijke stap op weg naar het beeld van de ziel van de oudere Augustinus. Het beeld van de ziel dat de westerse mystiek in belangrijke mate gaat bepalen. Hij begint opnieuw, ik weet het begint te vervelen, maar het is toch belangrijk dat we het er goed inhameren. Hij begint opnieuw aan dezelfde Plotiniaanse contemplatieoefening. Dus met het beschouwen van de aardse, zintuigelijk waarneembare zaken. Maar neemt deze keer al onmiddellijk een andere bocht. Door ze te vergelijken met God. Maar wat heb ik lief, als ik u lief heb? Niet een mooi lichaam, geen schoonheid die voorbij gaat, geen licht dat onze ogen graag zien, geen mooie melodieën van allerlei liederen, niet de fijne geur van bloemen of parfum of zalf, geen manna en geen honing, niet een lief lichaam om te omhelzen. Dat heb ik niet lief als ik mijn God lief heb. En toch heb ik wel zoiets lief als licht. Zoiets als een stem en als een geur. Zoiets als voedsel en als een omhelzing. Als ik mijn God lief heb, hij is licht en klank en geur en voedsel. Hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens, waarvoor mijn ziel oplicht wat niet aan plaats gebonden is. Waar klinkt wat de tijd je niet afneemt. Waar een geur is die niet op de wind verwaait, waar smaken niet minder worden door eten, waar omhelzing niet loslaat door verzadiging. Dit heb ik lief als ik mijn God lief heb. Vervolgens ondervraagt Augustinus alle aardse dingen om te vragen of ze soms God zijn. Waarop ze natuurlijk allemaal antwoorden met nee. En wat is dat dan? Ik vroeg het aan de aarde. Maar die zei, nee, ik ben het niet. En alles op aarde gaf datzelfde antwoord. Ik vroeg het aan de zee, aan haar diepte en aan de levende wezens die daar kruipen. En hun antwoord was, wij zijn jouw God niet. Je moet hogerop gaan zoeken. Ik vroeg het aan de wind, maar de dampkring met zijn bewoners zei, Anaximenes vergist zich, ik ben geen God. Ik vroeg het aan de hemel, de zon, de maan en de sterren. Ook wij zijn niet de God die je zoekt. En aan alle wezens rond de poorten van mijn lichaam vroeg ik, zeg me iets over mijn God. Jullie zijn het niet, maar zeg iets over hem. Toen riepen ze met luide stem, hij heeft ons gemaakt. Toen sprak ik mezelf aan, wie ben je dan? En ik antwoordde, ik ben mens. Ik heb een lichaam. En een ziel, mijn buitenkant en mijn binnenkant. Vanuit welk van deze twee moest ik nu gaan zoeken naar mijn God? Ik had hem al gezocht via de concrete wereld, vanaf de aarde tot aan de hemel, zover als ik mijn ogen als boodschappers kon uitsturen. Maar mijn binnenkant is hoger, en daaraan rapporteerden alle boden van mijn zintuigen hun bevindingen, want mijn innerlijk heeft de leiding en beoordeelt het antwoord dat hemel en aarde en alles wat ze omvatten hebben gegeven, namelijk, wij zijn God niet, maar hij heeft ons gemaakt. De innerlijke mens krijgt dit antwoord via zijn buitenkant. Ik, binnenkant, heb dit vernomen. Ik, geest, kreeg dit te horen via de zintuigen van mijn lichaam.
Ik was het die de vraag stelde aan de wereld, de vraag naar mijn God. En hun antwoord was, ik ben het niet, maar hij heeft mij gemaakt. Maar jij bent hoger, zeg ik tegen jou, mijn ziel. Want jij doordringt je lichaam van je kracht en brengt het tot leven. Dat kan geen enkel lichaam voor een ander lichaam doen. En ook jij hebt iemand die je tot leven brengt, je God, het leven van jouw leven. Wat heb ik dan lief als ik mijn God lief heb? Wie is hij daar, boven de top van mijn ziel? Boven de top van mijn ziel. Dus de inkeer gaat zelfs voorbij je eigen centrum. Je eigen centrum moet je hier lezen als die top waar hij het over heeft. Augustinus heeft nu dus vastgesteld dat als hij God wil zoeken, dat hij dat moet doen in zijn innerlijk. Maar waar precies in zijn innerlijk? Niet in het deel van zijn ziel dat zijn lichaam laat bewegen en kijken en proeven. Zoveel is hem wel duidelijk. Paard en ezel hebben dat ook, zegt Augustinus. Hij tikt de lagere vermogens van de ziel, het vegetatieve en het animale, zeg maar het meest levensnoodzakelijke basale, en dat wat we met de dieren gemeen hebben, dat tikt hij af. En zo komt hij op een gegeven moment bij zijn geheugen. En op dat moment, op het moment dat hij bij zijn geheugen uitkomt, gaat als het ware voor hem het licht aan. Hij begint ermee zijn geheugen te beschrijven, zoals ook wij het ons in eerste instantie voorstellen. Hoe stel je je een geheugen voor? Als een bewaarplaats van herinneringen. Naarmate hij het meer in detail bekijkt, begint die werkelijkheid toch wat te verschuiven. Die werkelijkheid van het geheugen als bewaarplaats bloeit als het ware open, wordt uitgevouwen. Als iets dat veel groter is dan alleen een opslagplaats. Groot is deze kracht van het geheugen. Buitengewoon groot, mijn God, een wijdse, onbegrensde ruimte. Wie is er ooit helemaal in doorgedrongen? Het is een vermogen van mijn geest en het hoort bij mijn wezen. En ik vat zelf niet wat ik allemaal ben. Onze geest is gewoon te beperkt om zichzelf te vatten. En wat hij van zichzelf niet vat, waar is dat? Ergens buiten hemzelf en niet in hem? En waarom vat hij het niet? Mijn verwondering hierover is te groot. Hier heb ik geen woorden. De eerste stap op weg naar de ontdekking van God is de ontdekking van het eigen innerlijke wezen. En dat innerlijke wezen identificeert Augustinus hier als het geheugen, in ruime zin. Later, in de middeleeuwen, zullen we zien dat het nog weer anders verwerkt wordt. Dat de hogere vermogens van de ziel een veel striktere eigen functie krijgen. Maar hier is het geheugen als het ware de hele ruimte van het innerlijk. Maar waar in mijn geheugen bent u dan, Heer? Wat voor plaats hebt u daar? Wat voor ruimte hebt u daar voor uzelf ingericht? Wat voor heiligdom hebt u daar voor uzelf gebouwd? U hebt mijn geheugen de eer gegund daar te verblijven, maar nu vraag ik me af in welke afdeling u daar verblijft. In mijn denken aan u ben ik voorbijgegaan aan de afdeling die de dieren ook hebben, want daar vond ik u niet tussen de beelden van concrete voorwerpen. Zo kwam ik in de afdelingen waar ik mijn gevoelens heb ondergebracht. En ook daar vond ik u niet. Toen ben ik de plek binnengegaan die mijn geest heeft in mijn geheugen. Zijn eigen plek. Want mijn geest heeft ook weet van zichzelf. Daar was u ook niet. U bent geen beeld van iets concreets, geen gevoel van een levend wezen. Zoals wanneer we blij zijn of bedroefd, verlangens kennen of vrees, ons iets herinneren of iets vergeten, enzovoort. U bent ook niet de geest van de mens. U bent God, Heer van de geest. Want dit is allemaal onderhevig aan verandering, maar u blijft onveranderlijk, boven alles verheven. Weliswaar is het niet zelf God. Daar is Augustinus ook heel duidelijk in. Het kan ook God niet bevatten. Dat zou idioot zijn.
maar op de een of andere manier raakt het wel aan hem. Want, zegt Augustinus, mijn lichaam leeft vanuit mijn ziel en mijn ziel leeft vanuit u. God, bedoelt hij dan. Maar waar in mijn geheugen bent u dan, vraagt hij zich af. En die vraag leidt hem, omdat God natuurlijk onmogelijk door zijn geheugen bevat kan worden, naar een vorm van aporie. Aporie betekent, ik weet het niet meer, help. Er is dus een werkelijkheid die hij wel verstaat, maar niet tot uitdrukking kan brengen. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En waar heb ik u dan gevonden, zegt Augustinus, en u leren kennen? Want voordat ik over u hoorde, was u nog niet in mijn geheugen. Waar heb ik u dan gevonden om u te leren kennen? Waar anders dan in u boven mij? In het overwezen, zou Rusbroek zeggen. Maar goed, zover zijn we nog lang niet. Dat is ook geen plaats, zegt Augustinus. Je kunt er wel heen gaan en ook vandaan gaan, maar toch is het geen plaats. U woont daar zeker, want ik herinner me u vanaf het moment dat ik u heb leren kennen. En daar vind ik u als ik aan u denk. En waar heb ik u dan gevonden en u leren kennen? Want voordat ik over u hoorde, was u nog niet in mijn geheugen. Waar heb ik u dan gevonden om u te leren kennen? Waar anders dan in u, boven mij? Dat is geen plaats. Je kunt er wel heen gaan of vandaan gaan, maar het is geen plaats. Het geheugen, zo was ondertussen wel duidelijk, is voor Augustinus de alomvattende ruimte waarbinnen de ziel haar bewustzijn ervaart. Het gemoed zal men dat later noemen. Ergens in die ruimte is een punt waaraan die ruimte ontspringt, de grond van de ziel. Dat is het wezen, zou je kunnen zeggen, van de ziel. Voorbij dat wezen, dus als het ware in de aanraking van Gods scheppende aanwezigheid, daar ontmoet de ziel God. Latere mystici zullen dit grotendeels zo bewaren. Bepaalde termen krijgen een andere betekenis. Het geheugen krijgt een duidelijk andere functie. Maar de essentie van deze gedachte, dat de mens als het ware ontspringt uit een soort trechter. En dat achter dat brandpunt van die trechter, dat daar Gods scheppende vinger schuil gaat. Waar die ook aan te raken is als het ware. Mits hij daartoe natuurlijk zelf het initiatief neemt. Die manier van denken zal ook in de latere mystiek overeind blijven. Wat dan volgt is wellicht de beroemdste passage van Augustinus überhaupt. Pas laat ben ik van u gaan houden, schoonheid, oud en toch zo nieuw. Pas laat ben ik van u gaan houden. Ja, u was binnen in mij en ik buiten, en daar zocht ik u. Onooglijk als ik was, stortte ik mij op al het mooie dat u geschapen hebt. U was bij mij, maar ik was niet bij u. Het hield me van u weg, wat in u bestond en buiten u niet zou bestaan. Geroepen hebt u en geschreeuwd, door mijn doofheid bent u heen gebroken. Gestraald hebt u geschitterd en mijn blindheid verjaagd. Heerlijk was uw geur, ik heb hem ingeademd. En ik snak naar u. Ik heb geproefd en nu honger en dorst ik naar u. U hebt me aangeraakt en ik kwam in vuur en vlam te staan voor uw vrede. Hier maken we de overstap naar Augustinus in zijn meest rijpe vorm. Of misschien dat je in zijn geval beter kunt zeggen de late Augustinus. Rijp. Dat suggereert dat alles uit Augustinus' latere periode beter is dan uit zijn eerdere periode. In zijn geval gaat het niet op. Zijn ontwikkeling is heel onlineair. In dat opzicht is hij net zo atypisch als in veel andere opzichten. Dingen waar de wereld grote vreugde van heeft gehad, dateren uit zijn relatief jonge jaren. Terwijl zaken waar nu nog mensen dagelijks onder lijden, weer horen bij de zogenaamd rijpe Augustinus, dus bij de oudere Augustinus.
Vooral zijn ideeën over hoe de mens zalig moet worden en hoe groot de kans is dat God de mens vergeeft en opneemt in zijn heerlijkheid. Daar is hij nogal bitter in geworden later in zijn leven. En angstig en pessimistisch, kun je rustig zeggen. Tussen 400 en 416 schreef Augustinus het boek De Trinitate over de heilige drie-eenheid. De meeste mensen denken dat het een dogmatisch traktaat is. Dus dat het niks meer of minder is dan de theologische leer over wie God is, wie de drie personen in God zijn en hoe zij samen de ene God zijn. Dus dat het een dogmatisch traktaat is. Wie beter leest, ziet dat het eigenlijk gaat over de menselijke ziel als beeld van God. En over de opgang van die ziel naar God. De mens is beeld van de drie-eenheid bij Augustinus. Vertrekpunt daarbij is Genesis 1, vers 26. God sprak: nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. De traditionele uitleg van deze passage bij de Griekse vaders, en ook bij Ambrosius trouwens, die de Griekse vaders braaf volgt, de uitleg was altijd dat het woord, dus Jezus Christus, de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid, dat die het beeld van God was waarover gesproken wordt. De mens werd dus vervolgens geschapen naar het beeld. De mens was het beeld van het beeld. Augustinus dacht er aanvankelijk ook zo over. Hij was niet voor niks een leerling van Ambrosius. Maar later in zijn leven is hij het daar niet meer mee eens. Ten eerste, zegt hij, zou dat suggereren dat de zoon ondergeschikt is aan de vader. Met een deftig woord noemen wij dat subordinationisme. De Arianen dachten daar bijvoorbeeld zo over. Tegenwoordig bijvoorbeeld de Jehova's Getuigen nog steeds en allerlei unitarische protestantse kerkgenootschappen. Augustinus wijst dat pertinent af. Vader, zoon en geest zijn één in wezen en gelijk in majesteit. De mens is beeld van God als drie-eenheid. Hij is beeld van God als drie-eenheid. Waarom zou er anders staan: nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend? Zoals steeds, daar gaan we weer, moeten we op de achtergrond van deze gedachtegang de figuur van Plotinus in de gaten houden. In zijn emanatieleer emaneert de nous direct uit het ene, als beeld daarvan, en de wereldziel weer direct uit de nous. Als beeld daar weer van. Ze kunnen hun archetype bovendien kennen. Dus die emanatie waar je direct uit voortkomt, daar raak je aan en die kun je kennen, volgens Plotinus. Het gelijke kent het gelijke, zegt hij, en verlangt daarnaar terug. Hebben we al gezien. Alles vloeit voort uit het ene via allerlei stadia en vloeit er ook weer naar terug. En verlangt er ook voortdurend naar terug. Door de contemplatie, de beschouwing van het archetype. Dus allereerst het archetype vlak boven jou en dan steeds verder naar boven. Door die contemplatie wordt de hereniging tot stand gebracht. Die contemplatie gaat altijd naar binnen, niet naar buiten. Immers, hoe verder naar buiten, hoe materiëler en hoe minder waard. Hoe minder waardig, zou je nog beter kunnen zeggen. Hoe verder van het ene, hoe minder realiteit. Augustinus neemt het grondpatroon hiervan over, zoals we ondertussen wel gewend zijn, maar transformeert het. Maakt het ten eerste interessanter, wat altijd fijn is ten opzichte van die droge Plotinus, maar geeft er bovendien ook een christelijke draai aan. En dat is toch wel heel fundamenteel. Het is niet zo dat dit een mini-correcties zijn of dat hij een soort van epigoon van Plotinus is. Hij doet er echt helemaal zijn eigen ding mee.
De mens, zegt Augustinus, weet dat hij beeld van God is, omdat de schrift hem dat openbaart. Bovendien is hij direct door God geschapen zonder tussenkomst van enige middelaar. Weliswaar is er wel een middelaar in de christelijke theologie, namelijk Jezus Christus, maar die is de tweede persoon van de drie-eenheid, dus zelfgoddelijk en niet een soort van niet helemaal goddelijke tussenlaag tussen de mens en God. Lijkt in die zin niet op die demiurg bij Plato en Plotinus. Christus schept dus geen afstand tussen de mens en zijn schepper. Omdat hij direct door God geschapen is en dus door zijn archetype, de laag vlak boven hem is God, er zit niks tussen, daarom kan hij tot zijn schepper terugkeren door middel van inkeer. Daarbij, dat moeten we wel steeds opmerken, ligt het initiatief altijd bij God. De mens kan wel ruimte scheppen voor God, als het ware uitnodigend zijn voor God, open gaan staan voor God. Maar hij kan nooit het initiatief nemen voor de godsontmoeting. Dat blijft altijd bij de goede God zelf liggen. Dat is nog weer trouwens een groot contrast met Plotinus. Want het ene bij Plotinus kan helemaal geen initiatief nemen. Het heeft geen bewustzijn en het verandert ook op geen enkele manier. Het is helemaal los van elke vorm van wil. Het is helemaal onverschillig. We kunnen, om het Bijbels te formuleren, God alleen beminnen omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. En de liefde die God is, schrijft Sint Jan in zijn eerste brief, heeft zich onder ons geopenbaard doordat hij zijn enige zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde. Niet wij hebben God lief gehad, maar God heeft ons lief gehad. En hij heeft zijn zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonde uit te wissen. Zodoende kan het ook geen verrassing zijn dat het verlangen naar de waarheid, dus naar God zelf, weliswaar tot het wezen van de ziel behoort, maar die kan daar pas naar op weg gaan op het moment dat God haarzelf uitnodigt. Zie als je kunt, schrijft Augustinus, zie als je kunt ziel die bezwaard is door een lichaam dat aan bederf onderhevig is en beladen met vele verschillende aardse gedachten, zie als je kunt de God die waarheid is. Er staat immers geschreven, God is het licht. Niet het licht zoals onze ogen zien, maar zoals het hart ziet als je hoort, God is waarheid. Vraag niet wat waarheid is. Ogenblikkelijk immers stoot je op de duisternis van materiële beelden en de nevel van fantasievoorstellingen. En die vertroebelen de helderheid die voor je oplichtte bij een eerste aanraking. De primu ictu van Gods eerste aanraking. Die vertroebelen de helderheid die voor je oplichtte bij een eerste aanraking toen ik zei waarheid. Ja, bij de eerste aanraking was je als het ware door de bliksem getroffen toen men zei waarheid. Blijf zo als je kunt. Maar dat kan je niet. Want je zult terugvallen in deze gewone en aardse dingen. Er is een zekere primo ictu, een moment van aanraking van God die waarheid is, die totaal ontdaan is van associaties en beelden. Maar, zegt Augustinus, dat hou je nog geen seconde vol, want je bent zo gewend om in beelden en plaatjes en materiële voorwerpen te denken. Voordat je het weet zit je hoofd weer vol geuren en kleuren, zouden wij zeggen. Hoe dan ook, die eerste aanraking is maar een begin. Vanaf dan moet de ziel in zichzelf op zoek naar God. Moet in zichzelf op zoek naar het beeld van de drie-eenheid dat ergens in haar verborgen ligt. Augustinus gaat die zoektocht aan en probeert het een paar keer op manieren die hem niet helemaal bevredigen. Soms is er geen sprake van een echte drie-eenheid, is hij daarom niet tevreden. Soms is er tussen die delen geen gelijkwaardigheid. En we hadden al gezien
dat voor Augustinus het heel belangrijk is dat de drie personen van de drie eenheid gelijkwaardig zijn en niet aan elkaar ondergeschikt. We lezen even zo'n denkoefeningetje. Wie twijfelt eraan dat hij leeft, zich herinnert, begrijpt, wil, denkt, weet en oordeelt? Ook als een mens twijfelt, leeft hij. Als hij twijfelt, dan herinnert hij zich waarom hij twijfelt. Als hij twijfelt, dan begrijpt hij dat hij twijfelt. Als hij twijfelt, dan wil hij zeker zijn. Wie aan iets anders twijfelt, aan al deze dingen hoeft hij niet te twijfelen. Als deze handelingen niet bestonden, dan zou men nergens aan kunnen twijfelen. Augustinus concludeert uiteindelijk dat hij van drie dingen in de menselijke geest zeker kan zijn. Het geheugen, het verstand en de wil. Dit is een zeer essentieel punt om veel mystieke teksten, latere mystieke teksten, te kunnen verstaan. Zodoende ontdekt hij in de menselijke ziel als volgt het beeld van de drie eenheid. Deze drie, herinnering, intelligentie en wil, zijn geen drie levens, maar één leven. Het zijn geen drie geesten, maar één geest. Bij gevolg zijn het ook geen drie substanties, maar één substantie. Over de herinnering die men leven en geest en substantie noemt, spreekt men namelijk in relatie tot haarzelf. Maar spreekt men over herinnering zonder meer, dan gaat het over herinnering in relatie tot een voorwerp. Dat zou ik ook willen zeggen van de intelligentie en de wil. Want ook over de intelligentie en de wil spreekt men in relatie tot iets. We willen iets, of we begrijpen iets, of we denken aan iets, of we herinneren ons iets dus. Maar ieder leven, iedere geest en iedere essentie is in relatie tot zichzelf. Daarom zijn deze drie hierdoor één, dat zij één leven, één geest en één essentie zijn. Dus verstand, geheugen en wil bestaan altijd in relatie tot iets anders. Samen vormen zij één geest. Ieder leven, iedere geest en iedere essentie is in relatie tot zichzelf. Daarom zijn deze drie hierdoor één, dat zij één leven, één geest en één essentie zijn. Dat een mens beeld van God is van nature, nou, dat hebben we nou ondertussen wel duidelijk begrepen. Hij is beeld van God van nature omdat God hem zo geschapen heeft. Dat beeld is alleen wel door de zondeval en door de keuzes die we allemaal voortdurend maken, beschadigd. De mens is daardoor, volgens Augustinus, naar buiten gericht. Van zijn centrum af, van zijn middelpunt waar die aan God ontspringt, waar die door God voortdurend geschapen wordt en in stand gehouden wordt, daarvan af, van zichzelf vervreemd. Hij verlangt naar geschapen dingen die niet God zijn. Sterker nog, vaak zijn de uiterlijke, zintuigelijk waarneembare dingen de enige waar hij zich mee bezighoudt. De enige die hij kent. Augustinus maakt een onderscheid tussen dat soort kennis en de wijsheid die voortkomt uit de beschouwing van God. De contemplatie, met andere woorden. Kennis van aardse, uiterlijke en materiële dingen noemt hij scientia. De wijsheid die van God komt noemt hij sapientia. Scientia is de kennis van het particuliere, het wordende, het vergankelijke, het deelnemende. Hier horen we weer Plato en Plotinus. Sapientia is de wijsheid van het absolute, het ideale, het goddelijke, het ene. Alleen bij Augustinus niet het ene, maar de ene. De ene persoonlijke, de bron zelfs van alle persoonlijkheid. Augustinus gaat nog verder trouwens. Het is voor hem duidelijk dat de ware wijsheid, dus die sapientia, voor ons alleen bereikbaar komt omdat God zelf onze materiële wereld is binnengegaan in de persoon van Jezus Christus.
Onze gerichtheid op het aardse is immers niet neutraal. We zijn door de zonde geneigd om alles wat we waarnemen voortdurend te zien in betrekking tot onszelf. Hebben of juist bang zijn. Onze waarneming is voortdurend geneigd tot begeren, tot macht, tot hoogmoed. Of juist angst, vernedering, gevaar. En hoogmoed trouwens is de wortel van alle zonde. Dus heel onze waarneming is getekend door de gebrokenheid waarin we ons bevinden door het kwaad dat we allemaal hebben. Als een gebrek, veel meer dan iets dat ons eigen is. Uit onszelf kunnen we niet ontsnappen aan die gevallen, materiële natuur. Daarom is God onze hoogmoed tegemoet getreden. En wel met nederigheid, met de vlees geworden nederigheid, de persoon van Jezus Christus. Om gered te worden moeten wij op hem gaan lijken. Moeten we de nederigheid opbrengen om ons aan die nederige Christus toe te vertrouwen. Hij is per slotverrekening Gods woord, Gods wijsheid. En even in de echo van Plotinus en Plato denkend, hij is dus ook Gods scheppende wijsheid. Uiteindelijk is de genezing van onze zielen een zaak niet van wilde extase, maar van een langzame groei door inkeer, contemplatie, het beschouwen van Gods beeld in ons. Het beeld van God in de geest, schrijft Augustinus, is zo machtig dat het de geest in staat stelt zich met hem te verenigen wiens beeld het is. Want zo is de geest geordend binnen de orde van naturen, niet van plaatsen, dat alleen God boven hem is. Dus hij zegt het nog een keer extra. Boven en beneden zijn figuurlijke werkelijkheden in dit verband. Uiteindelijk, wanneer de geest zich helemaal met God verenigd heeft, zal het één geest zijn naar het getuigenis van de apostel. Wie zich met de Heer verenigt, is met hem één geest. Dus, de mens is beeld van God als drie eenheid. Zijn geheugen, zijn verstand en zijn wil corresponderen met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Later zullen we zien dat de vraag opkomt of die drie goddelijke personen zich dan ook actief bemoeien met die drie zogenaamde hogere vermogens van de ziel. Dat is geen term van Augustinus, maar een latere. Het zijn ook vragen die niet van Augustinus zijn, maar van latere mystici en waar we dus nog zeer uitdrukkelijk op terug zullen komen.